dat deel. Je doet me met je beeld tegen de muur. Dus mag ik een groot en warm applaus voor Bwana ni mokozi wangu. Tena ni chongozi wangu. Anampenda leo kuriko jana. Baraka zake hazikwishi. Bente, Elion de Haas, Nikita Afsar en Gerald Albersen. En Doreen, die komt even het podium op. Oh, my darling, have I waited for your time? Hello, lonely time. Mag daar even een heel hartelijk applaus voor? De kandidaat die in deze categorie zit, is zelf ontzettend actief in zijn eigen wijk. Daardoor heeft hij meerdere mensen actief laten deelnemen in zijn wijk. Hij heeft hen zogezegd besmet met het opruimvirus. Hij is aangemeld door Wijkcentrum de Schelvorst. Wij vinden het heel knap dat hij op deze leeftijd al zo bewust bezig is met de leefbaarheid in zijn wijk. Ruben is de initiatiefnemer van het opruimen van zwerfafval in zijn wijk. Dit is de voorbeeldfunctie die een junior burgemeester nodig heeft. Haar naam is Laura van Leeuwen. En waarom denk jij dat jij die prijs gewonnen hebt? Door het opruimen. Jij hebt heel veel opgeruimd, hè, het laatste jaar. En ook andere mensen helpen jou daarbij, hè? Ja. En nou mag jij met de burgemeester op stap. Hoe lijkt jou dat? Leuk. En heb je al enig idee wat er van jou verwacht wordt als junior burgemeester? Helemaal niks, want tot 3 uur terug wist ik hier niks van. Dus ik ben het me nog even aan het weekend laten bezinken allemaal. Het is echt heel nieuw voor jou dus. Ja, ja, in principe wel. Maar ik kom wel goed, denk ik. Het symposium over logistiek Almelo in het Theaterhotel in Almelo. Er wordt een award uitgereikt en een van de kanshebbers is Ganzenboom. Michel Ganzenboom, hoe schat je je kansen in? Nou, het is een beetje lastig te zeggen. Ik ben al blij dat we, vond het heel leuk dat we genomineerd zijn. En dat is al een prijs op zich. Ganzenboom Transmissies, kan jij een beetje uitleggen wat dat inhoudt? Ja, nou, wij realiseren versnellingsbakken van personenauto's. En we hebben een groothandel in onderdelen voor deze versnellingsbakken. En die versturen we eigenlijk door heel Europa. Jullie zijn genomineerd. Wat betekent dat voor jullie bedrijf? Ja, het is natuurlijk hartstikke mooi dat je met ons bedrijf genomineerd bent. We hadden het niet verwacht. En ja, we zijn ook wel benieuwd wat er straks uitkomt. Maar het is hartstikke leuk om over zoiets in aanmerking te komen. Een hele goede eer. We denken dat we goed ons best doen voor wat we doen. Maar ik denk altijd dat er andere spannendere, betere bedrijven zijn dan wij. Maar goed, blijkbaar vonden ze onze nominatie waard. Maar we doen bijvoorbeeld de pinda's in de Snickers. Als je trekdrop eet, hebben wij dat gedaan. Al dat soort dingen, dat zijn echt dingen die dat doet er maar eentje. En dat moeten wij dan ook vaak doen. Je maakt nooit 10 trekdroplijnen, want er is maar één bedrijf die het maakt. Dus op zo'n manier. Maar voor deeg bijvoorbeeld, ik ben dan zelf bakker. Maar deeg, ik denk dat wij nou ongeveer, nog niet helemaal, maar over een jaar of 3, 60% van elk deeg is eigenlijk over onze lijnen gekomen. En Oosterveld op maatschappelijk gebied. Hun score ging langer in de winnaar dan ik in het andere woord. Van harte.
Hoe ga je het vieren? We gaan straks even een biertje drinken. Daar begin ik mee. Van harte gefeliciteerd. Dankjewel. Dankjewel. Linda, wat is jouw taak hier in het Sinterklaashuis? Ik hou de boel in de gaten. Ik zorg dat de pieten tussendoor even wat kunnen drinken. Ik help Sinterklaas een handje. En wij zorgen dat het eind van de dag het huis van Sinterklaas weer mooi schoon is. Ja, dat mag ook wel, want ik stond net ook al op een pepernoot. Dus ik hoop dat jullie het ook weer een beetje schoonmaken. Maar het is al een drukte van belang. En welke tijden zijn jullie allemaal geopend? Het Sinterklaashuis is op woensdag open, op zaterdag en op zondag. Juist, en voor wie is het allemaal bedoeld? Niet alleen voor de kinderen, denk ik, hè? Nee, het huis is echt voor iedereen die het leuk vindt om even een praatje te maken met Sinterklaas. Een leuke tekening te maken of even te knutselen met wat pieten. Even een dansje wagen of gewoon gezellig kletsen. Het kan allemaal bij ons. En ze mogen ook met Sinterklaas op de foto, geloof ik, hè? Ja, er wordt heel wat afgeflitst op zo'n dag. En dat is helemaal geen probleem. Dankjewel en heel veel plezier nog. Nou, dat zal zeker goed komen met Sinterklaas en alle pieten hier. Gaat het echt goed met jou? Met jou, hoor. Ja. Nog een keer. Nog één keer. Nog één keer. Oké, dan ga ik even closen. 350.000, hè? Dat is veel. Jan Martin van Rees heeft zojuist symbolisch enkele bloembollen in de grond gedaan. Wat is daar de bedoeling van? De bedoeling is van dat hier de middenberm van de Henriette Roland Holslaan een heel vleurige entreepartij wordt. En de bloembol is natuurlijk ook goed voor de biodiversiteit. Dat is een moeilijk woord, biodiversiteit. Kunt u in twee zinnen zeggen wat het betekent? Ja, er zijn de bloemetjes en de bijtjes waar we het wel heel vaak over hebben. Dat gaat hard achteruit in Nederland en heel Europa. En door meer bloemen en meer verreuging van bermen te in te richten, ontstaat er meer natuurlijk biotoop voor insecten. Wat heeft u met bloembollen? Ik heb heel veel met bloembollen, want als je ze in de grond stopt, komen er in het voorjaar mooie bloemen aan. En dat hebben we hier net geplant, hè? 350.000 bloembollen. Wat is de bedoeling van dit project, bloembollen in de berm? Nou, bloembollen in de berm is bedoeld om de biodiversiteit te verhogen. Om een mooie inrit te maken. In Almelo, als mensen binnenkomen, zien ze straks een zee van bloemen. En dat is goed voor de bloemetjes en voor de bijen en voor de dieren. En ja, dat vergroot de biodiversiteit. Het is onderdeel van een Europees project, klopt dat? Ja, we zitten samen met heel veel collega-gemeenten zitten we in de werkgroep Twente Bloeit. En daar, ja, daaruit komt dit project eigenlijk. Wat staat er nog op stapel? Het plan om hier te verruigen, ja, het klinkt zo gek, maar dit is het eerste deel. En we zijn nog aan het nakijken om de bermen enigszins met andere vegetatie in te richten, zodat ook weer meer biodiversiteit gaat ontstaan. Het gerucht gaat dat u die 350.000 bloembollen zelf heeft geteld, klopt dat? Nee, ik heb ze niet zelf geteld. Ik heb geloofd dat het zo is. Okay. Dus als de mensen Almelo binnenrijden, dan worden ze vanzelf blij? Iedereen wordt altijd blij als ze allemaal binnenrijden, denk ik. Maar nu nog veel meer. Wat verwacht u in het voorjaar van de bloembollen? Nou, dat de entree van Almelo heel erg mooi en fleurig is. Met mooie bloemen. Ik lees de tekst van de eed aan u voor.
Ik zweer dat ik om tot lid van de raad benoemd te worden, rechtstreeks nog middelijk, onder welke naam of welk voorwendsel ook, enige gift of gunst heb gegeven of beloofd. Ik zweer dat ik om iets in dit ambt te doen of te laten, rechtstreeks nog middelijk, enige schenk of enige belofte heb aangenomen of zal aannemen. Ik zweer dat ik getrouw zal zijn aan de grondwet, dat ik de wetten zal nakomen en dat ik mijn plichten als lid van de raad naar eer en geweten zal vervullen. Meneer Tijlf. Zo waarlijk helpen mijn God almachtig. Dank u wel. Laat ik eerst... Ik ben nu 8 maanden lid geweest van de gemeenteraad. Vol enthousiasme, vol plezier. Heb helaas moeten besluiten om te gaan stoppen. Heeft alles mee te maken dat ik belangrijk vind dat een raad zich volledig kan focussen op het werk als raadslid. En zoals u hebt gelezen in mijn ontslagbrief, is het feit nu zo dat ik heb moeten kiezen. U weet, ik ben ook statenlid. Ik werk ook voor Regio Twente als ICT-adviseur. Dat doe ik met veel plezier, veel genoegdoening. Maar ik wil het werk als raadslid ook met voldoende tijd kunnen uitvoeren. En ja, dat lukt gewoon net niet helemaal. Vandaar dat ik de keuze heb gemaakt om na 8 maanden te stoppen als raadslid. Ja, Joey Tijlf. Ik ben nieuw raadslid voor de PVV hier in Almelo. Het is vandaag geïnstalleerd, op hier 20 november. En ja, heel erg enthousiast. Ook echt blij mee dat ik deze kans heb gekregen. En ja, ik ga ontzettend mijn best doen om gewoon het PVV-woord zeg maar, hier te verkondigen. En gewoon samenwerken met andere teams om zo ver mogelijk te komen. Wat ik hier verder van verwacht. Qua op het gebied van in de gemeenteraad, wat we kunnen gaan bereiken. Nou, gewoon het beste waar onze kiezers ons voor gekozen hebben. Want ondanks dat uiteraard niet dat ik er niet direct in zat, betekent niet dat ik er niet mee bezig ben geweest. Dus ja, ik ga gewoon het beste doen. Ruim 800 leerlingen uit het voortgezet onderwijs in Almelo namen deel aan activiteiten die georganiseerd waren door de 12 Almeloze high-tech bedrijven van Ontdek High Tech. Wij hebben onze jubileumactiviteit en wij hebben een scholierenquiz georganiseerd voor de 4 Almeloze middelbare scholen. En de belangstelling is overweldigend, want we zitten met ruim 260 leerlingen in het mooie theater van het Erasmus. En het is te merken, de zuurstof wordt schaars. Inderdaad, het is erg warm binnen. Ja. Wat doen die leerlingen allemaal daar? Nou, we hebben een quiz voor ze georganiseerd. Dat gebeurt door de stichting Ontdek Hightech Almelo. Die stichting bestaat 5 jaar. Dit is hun jubileum. En we hebben besloten om voor alle doelgroepen een activiteit te organiseren. En een van die activiteiten is de scholierenquiz. Die is voor HAVO VWO bovenbouwleerlingen. En we willen ze laten zien welke mooie bedrijven er in Almelo zijn. En ze leren tevens iets over de kernprocessen van die Almeloze bedrijven. We hebben nou een superleuke quiz en dat is georganiseerd door allemaal bedrijven. Allemaal technologiebedrijven uit Almelo. En wij krijgen dus allemaal vragen van die technologiebedrijven. En het is ook de bedoeling dus dat wij veel gaan leren tijdens deze quiz. Number 42 uit Eindhoven heeft gekeken van wat zijn nou de kernprocessen van die bedrijven. En die hebben daar technische vragen bij bedacht. Dus het zijn ook leerlingen met een NT-NG profiel. Die nu dus technische vragen voorgelegd krijgen in 2 rondes. En zo moeilijk, die vragen? De eerste ronde was best wel pittig. Maar de tweede ronde viel wel mee. Want dan krijg je natuurlijk meer keuzevragen. En dan kun je toch wel beter gokken en nadenken. Dan denk je, oh, waarom zou dit antwoord zijn? Waarom zou dat antwoord zijn? Dus de tweede ronde viel wel mee. Ga je zelf in de techniek? Ja, ik zit zelf op natuurtechniek. Dat is de opleiding die ik nu doe op de HAVO. En het is de bedoeling dat ik na de HAVO naar de opleiding bouwkunde ga. Dus ook in de techniek dus. Ik vind het heel interessant dit. Ja. Heb je zo'n achtergrond van bouwen? Nou ja, mijn ouders werken allebei in de bouw. Mijn moeder in de bouwmaterialen, mijn vader in de techniek. Dus ik ben eigenlijk ook van jongens af aan wel meegekregen. Dus ik vind het ook superleuk en ik vind het ook heel interessant om aan te werken. Dus ja. Dan kun je die energie kun je afstaan in de batterij. En op het moment dat je tijd investeert, heb je over een korte periode veel nodig.
Nou, wij vinden dat duurzaamheid gewoon heel belangrijk is. En we zien dat ook de rest van Nederland en de rest van de wereld dat eigenlijk ook vindt. En wat wij nou eigenlijk als organisatie doen, is festivalorganisatoren die ook willen verduurzamen, om die te helpen. Dus aanbieden van adviezen, maar vooral het delen van kennis, ervaringen van andere festivalorganisatoren, die onder andere organisatoren verspreiden, zodat partijen die met duurzaamheid bezig willen, dat ook op een slimme en efficiënte manier kunnen doen. Als je een einde van een festival ziet, wat het dan ook is, meestal op het muziekgebied, maar ook hier in de binnenstad van Almelo, dan ligt er een enorme bult aan rommel op de grond. Ja, klopt. Dat is echt een heel actueel thema. We hebben daar zelfs net een campagne voor georganiseerd. Die heet Plastic Promise. Die kun je ook op de website vinden, plasticpromise.nl. En wat we daarin proberen is met alle partijen, dus ook de drankleveranciers, de festivalorganisatoren, de partijen die zeg maar de barren op een festival verzorgen, om daarmee samen te gaan kijken van wat is nou een slimme manier. We hebben daar eigenlijk één heel succesvol project, dat zijn harde bekers. Ze noemen die hard cups, voorzien van een statiegeldsysteem. Bij het eerste drankje betaal je wel statiegeld. Je levert je beker in, je krijgt weer een schone terug. En na afloop krijg je statiegeld terug. Het vervolg van de avond zal zijn een aantal workshops. Kan je daar wat over vertellen? Ja, daar gaan we juist vooral even in over die hard cups. Zien eigenlijk hier in Almelo, dat is een van de kansen. Ook gezien de grootte van een festival lijkt dat hier goed haalbaar. Dus dan gaan we eigenlijk even met die festivalorganisatoren even kort checken of het geschikt zou zijn. Omdat je daarmee eigenlijk ook niet alleen het directe resultaat hebt, maar ook een heel zichtbaar resultaat. En wat je vaak ook hebt, is dat na het festival hoeven niet meer de gemeentereiniging met bladblazers door de straten heen. Dan zitten mensen nog weer met een paar uur dat lawaai aan de kop. Maar gewoon meteen in één keer, het festival is klaar, het is schoon en je kunt naar huis. Als je door de gang loopt, dan hebben we daar nog een gedeelte, dan begeleiden we jullie wel in. En daar is het Prins Bernhard Cultuurfonds samen met het Stadsfonds, want het is nu één fonds. En dat was ook een vraag die wij van meerdere organisaties hebben gekregen. Van hoe zit dat nou met die aanvraag, die is redelijk ingewikkeld. Maar daarvoor zitten we hier. Daarvoor is het leuk om vandaag deze avond te hangen. Om u gewoon een beetje te ontdooien, om te kijken. Kijk er nou eens naar en ga er gewoon eens achteraan. Want anders dan zou het beter. Wij proberen zo zoveel mogelijk geld naar Almelo heen te halen. Almelo Promotion haalt vanavond een hele hoop vrijwilligers bij elkaar om over duurzaamheid te praten. Waarom? Nou, we kregen opmerkingen vanuit bezoekers of duurzaamheid een thema was in Almelo al bij evenementen. Vooral jongere bezoekers. Het gebeurt ook in de steden om ons heen. Het is een trend, duurzaamheid. Dus toen ik bij de presentatie van het coalitieakkoord de wethouder hoorde vertellen dat duurzaamheid ook een van de speerpunten is de komende jaren voor de gemeente, dacht ik, ha. Als bezoekers daarom vragen, als het een speerpunt is van de gemeente en ik ken de evenementenorganisaties natuurlijk in Almelo, dan weet ik dat sommigen daar al in bezig zijn. Dan is het Kenniscafé daarvoor een hele mooie avond om dat onder de aandacht te brengen. We hebben in onze prachtige basiliek, Sint-Georgius Basiliek in Almelo, al 15e jaar een concertserie, Muziek en Sfeer, die we samen doen met mijn man, Henk Linker. Organisatie doen wij zelf, omdat het niet gesponsord is. Het is ook niet vanuit de staat georganiseerd. Dat is ons eigen initiatief. Wij zijn zelf verantwoordelijk voor programma's, keuze, voor uitvoering, voor zoeken eventueel naar andere muzici. Net als vandaag bijvoorbeeld was een gastorganist, onze goede collega. Dus dat doen wij allemaal zelf.
Vandaag hadden we gastorganist Manus Hofsink. Die is organist van de kerk in Meppel, Grote Kerk. En in principe gebeurt dat slechts af en toe in het seizoen dat andere muzici komen. Meestal geven wij concerten zelf of uitvoeringen zelf. Maar af en toe vragen we of gastorganisten of andere instrumentalisten of koren eventueel. Het seizoen tot nu toe organiseren wij iedere maand één uitvoering. En dat loopt vanaf september tot en met mei of begin juni. Dus ieder jaar tot nu toe doen wij dat, iedere maand ongeveer uitvoering. En dat is te zien op onze website www.orgel-mezzo.nl. Daar staan alle uitvoeringen als mensen belang hebben. Het centrale motief in het werk van Jan van Münster is het begrip energie. De energie in dit beeld is niet letterlijk waar te nemen. Het materiaal zelf, zwart graniet en wit marmer, is hier te beschouwen als gestolde energie uit de aarde. Dit werk heet Ik.